Nee, echt, ik vond het sterk. Ik vond het een hele schone opbouw. Ik heb het helemaal gelezen. Allee, ik bedoel, ik ben tot halverwege geraakt. Halverwege een titel. Maar ik vond het subliem. Een heel sterk begin. Vooral bijvoorbeeld, ik denk, wat ik heb onthouden, dat zijn dus het verhaal over de stakende voetpaden. Dat die dus eigenlijk beu zijn. Of dat de ideeën van groen, hè? De verwezenlijkingen van groen in de laatste 30 jaar. Daar gaan we het over hebben. Oké. Wordt dat dan geknipt? Of? Ja, we knippen dat eruit, maar dus over de ideeën, daarmee over. Ça va, dat is goed. Kan ik dus ook iets zeggen over Groen, dat een heel politiek correcte partij is? Want het feit dat ze mij hebben in dienst genomen. Dat moeten we niet doen, de mensen gaan dat wel zien. Dat blijkt uit de context. We gaan het hebben over de ideeën van Groen in de laatste 30 jaar. En we gaan in de camera kijken, want wij zijn hier. Wat gollen ze hier niet? Wie is dat hier dan aan het oppakken? Ik zal in de camera zien. De ideeën van Groen, die zijn zalig, die zijn schitterend, die zijn fantastisch. Ik vond vooral dat idee sterk van... En ook dat ander. En er waren zoveel, te veel om op te noemen eigenlijk. En dat vond ik heel goed. Wat ik heel hard apprecieer aan Groen, dat is jullie rebelse kant. Dat vind ik fantastisch. Ik ben ook een rebel. Pak dit hier bijvoorbeeld, ja? Ik stond hier al 15 minuten. Yes, we can. En dat vond ik heel goed. Ook bijvoorbeeld de vervroeging van de winterperiode. Dat vind ik zalig. Nu kunnen eindelijk de mensen eens een keer tijdens de zomer gaan skiën. Subliem. En ook de afschaffing van de vliegtuigtaxen. Eigenlijk, ik weet niet of dat je al eens een keer van Charleroi naar Oostende hebt gevlogen. Kost veel geld, hè. Maar beste mensen van Groen, beste voorzitter, Ferra Dua, ik heb ook een paar ideeën en je doet ermee wat je wilt. Commodore 64. Ja, dat is mijn idee. Commodore 64, zorg dat terug wordt uitgebracht. Als je dat doet, dat uitbrengen, bam, 6%, moet er niks voor doen, tjaka, binnen en je zit goed bezig. Commodore 64. Maar als je dan voor de volledige vernietiging wilt gaan van alle andere partijen, nog eens twee woorden. MacGyver. Ja? Heruitzendingen van MacGyver op canvas. Niks schot, overwinning behaald. Yes, we can. Vas. Yes, we can. Vas. Yes, we can. Fucking koud, gast. Dan spreken ze hier over klimaatopwarming. Kunnen we draaien? Is het klaar? Oké. Beste mensen, dan gaan we nu in de straten van Antwerpen eens een keer rondhoren waaraan dat de mensen moeten denken als ze het woord groen horen. Okay. Geel. Sorry? Geel. Oké. Och nee, dat ken ik allemaal niet. Dat zijn politieke partijen. Daar ken ik eigenlijk niks van. Freya van den Bossen. Geen idee. Super, dat hebben we ook weer al eens gehad. Hè? En nu gaan we eens een keer kijken wat de mensen van de naamsverandering vonden. Dat is menselijk. Toch hier zijn ze wel het overdrijven, want dan toch echt de beelden zien. Dan zegt hij wel, ja, dat is toch wel iets ernstig aan de hand. Ik wist niet wat er ging gebeuren. Ik was heel angstig, ook geschokt. Heel verwarrend allemaal. Niemand wist wat het volgende zou zijn. Ongeloof eigenlijk. Ongeloof? Ja, omdat er zoiets kost gebeuren. En eigenlijk de groen, of wat? Ja, maar feitelijk. Dat was heel ontroerend, hè? Als laatste zou ik graag willen weten of de mensen nog bereid zijn om een financiële bijdrage te leveren. Dat is heel belangrijk voor jullie groen. Wij zijn dat gaan uitchecken. Dankjewel. Maar eerst even mijn handen opwarmen. Meneer, goeiedag, mag ik u een vraag stellen? Ja, tuurlijk. In de eerste plaats, waarop stemt u? Agalef. Wat is Agalef? De Groene. Ah, Groen? Ja, Groen. Oké, super. Ja. We hebben al iemand gevonden. De Groen. Meneer, mag ik u dan een vraag stellen? Bent u eigenlijk nog bereid om de Groene te ondersteunen? Hoe bedoelt u? Welke zin? Ja, financieel te ondersteunen dus. Hoe gaat het slecht met de partij of zo? Nee, het gaat heel goed zelfs. Maar ik zou zeggen, gewoon, zou u nog een financiële bijdrage willen leveren om het nog beter te maken? Ja, ik denk dat wel, ja.
Ja, en, ja. En wat voor een bedrag had u in gedachten? Oh, nu? Ik zou dat nu moeten... Ja, maar ik ben aan het verzamelen voor Mieke nu, hè. En daar onderdanen. 5 euro, ik heb 20 euro. 20 euro is goed, hè? Dat 20 euro is wel veel. Dat is waar, nee. Maar bent u echt een heel toegewijde kiezer? Of is het gewoon zoiets van, ja, ik kan... Nee, ik ben op zich wel toe. Allee, ik ondersteun uw gedachtegoed en ik... Ja, ik denk dat ik misschien wel 20 euro wil geven, maar dan zou ik wel een papiertje willen. Ah, is het geen... een papiertje voor de allee, dat ik dat van bij de belastingen kan... Ja, ja, tuurlijk. Indienen, dat is geen probleem. Dat kunnen wij, ik zou dat dan wel opsturen. Zo, ja. Dat dan is, moet je echt... even... ja, ça va. Opschrijven. Kijk eens. Hè? Mieke, dat is allemaal voor u. Hè? Nee, super. Ik vind dat fantastisch. Heb je dat papiertje? Ja, we zullen dat opsturen. We gaan u hebt helemaal mijn adres niet of zo? Ah, nee, maar dat staat in een telefoonboek. Hè. Dat zullen we wel... Dat staat in een telefoonboek, hè. Omdat kan toch? U hebt zelfs helemaal mijn naam niet of jij niks van nee, mij? Nee, maar dat staat ook allemaal in een telefoonboek. Maar wat is dat nu voor onzin? Dat zal meneer, wel lukken. Ik wil gewoon een papiertje. Ja, ja, ça va. Dat mij geeft, dat kan je... Dat zal wel lukken. Ja, maar dit is toch... Dit klopt niet. Yes, we can. Hallo. Hey.